Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Ori and the Blind Forest. In de vorige aflevering ben ik bij dit heftige, tempeltje aangekomen. IJstempel, waar je met een of andere gare bal op vuurstenen moet staan. Ik ben nog niet helemaal overuit hoe dit werkt. Tenminste, dit stukje waar ik nu ben. Ja. Ik zie het idee, maar... Dat werkt er niet. Dat was niet slim. Nee. Dit had net veel makkelijker geweest, verdomme. Die kan je dus blijkbaar opnieuw oppakken. Dat is interessant. Ben benieuwd, hè? Ik sta nu hier. Ik wil hier eigenlijk wel zeven. Dat kan. Oh. Oh, je kan daar gewoon op staan. Wauw, dit is zonde van mijn save geweest. Ik denk namelijk dat je gewoon... Ik dacht dat het spikes waren. Volgens mij is het gewoon gras. Volgens mij kan je gewoon op dat grote steenblok staan. Oeps. Je kan hier gewoon op staan. Wauw. Oh, kut. Oké. Eén leventje. Dat is niet handig. Ah, oké. Ik heb toch echt het idee dat het de bedoeling is dat ik daarop zie te komen op een of andere manier. Even kijken. Ah, ik heb denk ik een idee. Ja, dat was wel het idee waar ik voor ging. Dat was wel het idee, maar dat... Hè? Dit ding is ook helemaal spastisch met wat hij moet. Kut, de sprong wou niet, maar ik leef nog. Barely, but I'm living. Oh. Dat is zo moeilijk.
Oh, dit was dom. Ja, dat ging niet expres. Nu heb ik daar gesaved. Goed, wachten. Nou, kom maar weer terug. Wat een kut mechanic zeg. Kut. Zo, nou is de bedoeling eigenlijk. Oké. Eigenlijk wil ik even saven. Dus dat zou betekenen dat ik dit moet doen. Ja. En saven. Oké. Kut, dan moet ik weer een ronde wachten. Leven in ieder geval. Komen er opportunities om wat levens te vergaren? Want dit is toch een partijtje waardeloos. Laat me wat levens krijgen. Kut. Dit is altijd zo'n lang stuk, joh. Oké, dat is dus wel mogelijk voor de snelheid. Dat is fijn om te weten. Waarom pakt hij hem elke keer niet? Map unlocked, ja. Kan ik ook... Oh, dit is de hele map van deze... Of niet? Oh nee, nee. Het zit wel allemaal aan elkaar. Dat is goed om te weten.
Hier rechts, maar er zit een deur. Daar links is ook iets. Volgens mij lijkt wel een soort van een warp. Laten we eens kijken wat hier links is. Oké, gesaved. Hier, hij pakt dat gewoon elke keer niet. Fuck it, ik ga wel naar rechts. Is dat een idee? Nee, nee, dat is geen idee. We moeten eerst naar links. Hé, oké. Die jump... Oh, nee, die jump is ook niet haalbaar. Wacht, even doodgaan hoor. Dit is een fijne plek. Oké. Oké. Kijken wat de bedoeling is. Oh, what the fuck? Oké. Hey. Oh, goed dat ik die gepakt heb. Jezus, wat een moeilijk stuk. Oké. Maar wij doen niet moeilijk over moeilijke stukken. Alleen die stukken doen moeilijk. Oh, dat kan niet. Hoe dan? Er is niet eens genoeg tijd. Echt een second frame is het. Of één frame waarop het kan, zeg maar. Kut met appelmoes.
Zo. Even gesaved. Dat ik niet die witch weer opnieuw hoef te verslaan. Verlaat. Ja. Te laat. Oh, het valt. Oh, ja, het viel niet mee. Oh, wat de fuck gebeurde daar? Hij pakte hem niet. De magneet was kapot. Zo irritant. En ook meteen dat je dan zo'n frame freeze krijgt. Pas wel goed bij het landje, dat wel. Eens, nog geen seconde heb je er volgens mij om te halen. Hoe dan? Waarom moet ze daar nou weer zo'n kut enemy neerzetten? Oh, verkeerde kant, kut. Veel levens. Oké. Nou, dat kan natuurlijk ook gewoon. Maar ik wil eigenlijk wel die veel levens hebben. En nu zit er niet veel levens in. Nou, dat doe ik dan ook niet meer.
denken, nu? Oh, nu. Weet je wat? Het is een neukhead. Ah ja, hier moesten we natuurlijk weer zijn. 7. De deur is open. Oeh. Oh nee. Oh wacht, nee, die is alleen maar goed toch? Die helpt mij toch juist altijd? Die beestie. F7? F7. Oké. Okay. Top. Oh, hier moet de bal in. Magische poeder! Magische poeder! Hey, dat coole beestje is er. Oh, zijn vriendjes zijn dood. Dat is sneu. Oh! I wonder if Gumo knows that their fate. I hope he can forgive us that we live and they are gone. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie ik graag bij de volgende aflevering van Ori and the Blind Forest. Adios, amigos.